We hebben vandaag hier twee markten. Eentje slim wonen en eentje gezond leven. Ja. En slim wonen is eigenlijk erop gericht om mensen bewust te maken van het feit dat ze steeds langer zelfstandig moeten blijven wonen. We zien in Houten een hele grote vergrijzing aankomen. En we zien ook dat de overheid bezuinigt op allerlei maatregelen en bezorgingshuizen eigenlijk gaan verdwijnen. Ja. Dus er gaan steeds meer mensen langer zelfstandig wonen. En met de ouderdom komen ook de gebreken. Dus er zijn heel veel kleine aanpassingen in de woning mogelijk, waardoor je langer, veilig en comfortabel kan blijven wonen. Heel vol, zie ik. Ja, het is gezellig druk. We hadden gelukkig ook goed weer. Ja, wat kunnen de mensen zo al zien? Ze kunnen allerlei hulpmiddelen zien. Deurbellen, stangen, nou, van alles en nog wat. En er wordt ook iedere keer een presentatie gegeven waarin wordt aangegeven wat het allemaal in kan houden. Ja, ja. Dat is wat slim wonen betreft en wat de gezondheidsmarkt betreft. Wat... De gezondheidsmarkt, ja, die is echt van zorgspectrum. Ja. En dat gaat meer over van, ja, wat moet je doen als je ouder wordt, gezond eten, meer bewegen, als je een rollator krijgt. Maar mensen kunnen ook hun bloed laten testen op suiker en hun bloeddruk laten meten, allerlei gezondheidsdingen. Dat doet zorgspectrum ook allemaal? Die hebben allerlei partijen ingehuurd, ik weet het niet precies, want daar weet ik minder van. Ja. En er is van alles te beleven. Ja, dat vraag ik bij zorgspectrum straks ook nog even wat. Ja, hè? Ja. Nou, zeg succes, want ik vind het een heel leuk initiatief. Dank u wel. Okay. Ik zie hier heel veel mensen rondlopen in het Halt naar Huis. Wat doen die mensen allemaal hier? Deze mensen die komen naar de Slim Wonenmarkt en de Gezondheidsmarkt, die wij hebben georganiseerd. In het kader van vitaal ouder worden, dat mensen op een gezonde wijze ouder worden en ook langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Ik heb net met iemand gesproken over slim wonen. Van, ik heb begrepen dat u bent van de Gezondheidsmarkt. Ja. Klopt. Ja? Kunnen jullie daar iets over vertellen wat mensen daar kunnen zien? Ja, nou, we hebben hier ons eigen thuisregisteam van Zorgspectrum staan die informatie geeft. Ons mobiel geriatrisch team is er. We hebben fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, verpleegkundigen en beter horen. Die ook testjes kunnen doen naar gezondheid zoals balans, het gehoor, bloeddruk, bloedsuiker, dat soort dingen. We hebben ook... elektrische rolstoel en gewone rolstoel, verkoop, rollator spreekuren, rollator express en ook de Vitra schuifdeurmoeister. En waarom doet Zorgspectrum dit? Nou, wij vinden het belangrijk om te zorgen dat ouderen op een vitale manier vitaal ouder worden, op een goede gezonde manier. En mensen moeten steeds langer thuis blijven wonen. Daarom proberen we ook op die manier te zorgen dat er mensen op een veilige manier thuis kunnen blijven wonen met eventueel wat hulpmiddelen, technische hulpmiddelen. Ja, dat is de reden waarom wij hier zijn. En ook dat ze het zorgspectrum weten te vinden voor die faciliteiten. Ja, ja precies. Ook een stukje... Oké. Nou, dat is een prachtig initiatief. En veel belangstelling heb ik het idee. Het wordt heel goed bezocht. Ja. Zeker weten. Succes. Dank u wel.